leuk vinden, ja, dan over een paar minuutjes komt er een ander programma. Ja. We deden volgens mij niet zoveel, behalve plassen en poep in de bosjes en weten wat voor blaadjes je daarvoor nodig had. Hallo, hallo allemaal. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik dacht, ik begin eens een keer de vlog op zaterdag. We hebben al een heerlijke... Ik ben nu in Amsterdam. Het is echt eindelijk zomer, een soort van. Vanmorgen hebben wij al lekker gevaren met de kids. En ik ben nu op weg naar een vriendinnenlunch. En ik ben zo blij dat steeds meer van dit soort momenten er weer zijn. Dat je weer meer tijd hebt voor jezelf, voor je vrienden. En dat het allemaal steeds makkelijker wordt ook met de kindjes thuis om ze alleen te laten bij Jorg. Want ja, in het verleden was dat best wel vaak pittig. Omdat ze gewoon, ja, je hebt er gewoon echt je handen vol aan. Dus het is niet altijd leuk om dan de ander thuis achter te laten. Maar het kan nu gewoon. Ik heb mijn nieuwe blouse aan van Lonneke. En ik heb honger eigenlijk, het is 2:30. Francis, hallo! Oh, hallo! Is dit je eerste keer zonder baby? Ja, man, vrij! Oh. Is hij net zo lekker als thuis? Ik maak het thuis nooit. Dus... Bijna net zo lekker als thuis. Bijna. Oké, lieve mensen, dit is een vrij delicaat onderwerp, maar ik ga het toch delen, want ik vind het echt briljant. We zitten hier dus met 4 moeders. En we hebben het over bevallingen, et cetera. En wat zijn we nu aan het doen? Je ziet het niet. Aanspannen. We zijn bekkenbodem oefeningen aan het doen met een app. Het heet zo heel sexy. De kegel. Het is echt super sexy. Maar dan kijken toch alleen maar vrouwen naar mijn vlog. Aanspannen en het ontspannen van je bekkenbodem. Ik heb wel eens gedeeld dat ik op de trampoline thuis ging staan en dat ik meteen in mijn broek moest plassen. Nou ja, zo sterk zijn dus mijn bekkenbodemspieren. Ik moet ze nog steeds even gaan trainen, maar ja, hè, waar haal je de tijd vandaan? Nou, hier vandaan. Je gaat op het terras gewoon even lekker trainen met elkaar. Wat een sportieve middag, hè meiden? We hebben echt lekker een workout gehad. Houd het vast, Sabine. Houd het vast. Ontspannen, ja. Ping, we mogen weer even ontspannen. Running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you. There's no reason to chasing pavement on my own. 'Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. Wat is september toch altijd een mooi cadeau qua weer? Want het is eigenlijk altijd mooi weer. Op mijn verjaardag 21 september zitten we bijna altijd in de tuin te eten. We zijn nu even voor anker gegaan, want de meiden slapen. Dus we hebben even rust. Want je bent wel de hele tijd aan het... ik heb rust. Jorg die is even de boot aan het schoonmaken. Maar je bent natuurlijk wel de hele tijd met ze bezig. Wat echt heel leuk is. Het was ook net heel gezellig op het strandje. Ik zal even laten zien hoe we ze hebben neergelegd. Wij zijn zo aan het genieten vandaag. We zijn gewoon op vakantie. We zijn plannen aan het smeden over winteren. We willen weer op mini pensioen. We zitten een beetje van naar welke bestemming willen we. Kaapstad hebben we natuurlijk gehad. Vinden we ook wel ver. Ook ver vliegen en zo. We denken misschien... Liever gaan we nog in Europa. Ja, liever in Europa. Maar ja, waar is het dan warm genoeg? Ja, we willen het liefst met de auto. Maar waar ga je heen? Dus we zijn een beetje aan het rondneuzen. Malaga komt voorbij. Wat hadden we dan meer? Sevilla, Portugal, ja, Algarve. Ja, Algarve. Zuid-Spanje. Oh ja, de Canarische eilanden. Maar ja, ik vraag me dan af. Ja, en ik vraag me af of het niet super boring is. Weet je wel, dat je... Ik weet niet. We zijn natuurlijk strontverwend met Kaapstad. Want daar heb je allemaal de geweldigste mooie restaurants en wijngaarden. En het leeft. Er zijn mensen. En ik weet niet hoe dat is op... Was het Gran Canaria?
Canarische eilanden in ieder geval. Of in Spanje. Dus we gaan het even onderzoeken. Maar voor nu, proost! Oh ja, met de hamer en zo. We zijn helemaal Mart Hoogkamer fans. Jorg doet meteen zo armen naar beneden. Lemon. De meiden zijn druk in hun huis. Jongens, lief zijn voor elkaar. Het duurde toch zeker 30 seconden. Dit is altijd als we zitten. Echt. Helemaal al genieten, wijn, heerlijk. En dan, mama, mama, waar is mijn pop? Mama, ik wil mijn zonnebril. Mama, ik wil mijn stoel. Nee, schat, ik zit nu echt even lekker. Ik ga het straks voor je pakken. Of pak het zelf maar. Nee, ik wil dat jij het doet. Nou, en zo gaat het. Zo gaat het. Moeilijk, hè, lieverd? Aardbei. Wil jij die aardbei hebben? Ja. Ik loop in de supermarkt. Jorg en ik hebben net de kids samen weggebracht. En het is nu 9 uur. We zijn even onze weekboodschappen aan het halen. Lekker rustig ook. Zo. Ik ben eventjes in een winkel. Zo'n mooie winkel dit. Dit is Oldenhof in Hilversum. Ze hebben hier echt zo niet normaal veel kookspullen. Moet je kijken. Ja, tenminste, ik weet niet of het is. Maar het is echt 3 verdiepingen. Ik had nieuwe koffiekopjes nodig. En ik zocht espresso martini glazen. En ik zie, ik heb nu geen tijd, maar ik kijk eventjes. Kijk even hoeveel mooie bordjes ze hier hebben. Ik ga hier echt nog een keer terugkomen. Dit vind ik ook heel mooi. Wauw. Nice. Kijk, we hebben natuurlijk deze koffiekopjes. Woehoe. Die zijn zo leuk allemaal. Maar er waren er een paar stuk gegaan. Echt heel tof. En ik zie hier, moet je dit zien, deze lamp. Heel nice. Ja. Het is weer tijd voor het maandagochtendoverleg en dat doe ik met mijn collega in de zon. Dit is van de morning. Dit is echt genieten. Volgens mij wordt dit een hele eentonige vlog waar ik de hele tijd elke shot alleen maar zeg: dit is genieten, dit is genieten. Dit is puur genieten. Genieten, genieten. Oh, wat doen wij genieten met Dick en Jean? Een hele goede dinsdagmorgen. Ik ben weer aan het werk. Ik ben in mijn thuiskantoortje aan het werk. Mijn dag verloopt goed. Ik ben vanmorgen begonnen in de tuin met de meditatie, waar ik helemaal weer blij mee was dat het was gelukt. Het zet zo de toon voor de rest van je dag, dat ik meteen besefte, oké, ik ga een meditatie uit mijn planner pakken en die ga ik nu op mijn YouTube kanaal zetten, zodat jullie die allemaal kunnen doen, ook al heb je de planner niet. En ik ben vanmorgen begonnen met onze, we zijn nu natuurlijk met het online programma bezig, dat loopt. En elke dag komen er een hele hoop berichten in onze Facebookgroep. Dus ik heb dat vanmorgen al beantwoord, maar ik ben nu weer aan het doen. Het is een beetje verslavend, want ik krijg natuurlijk de hele tijd van die hele leuke berichten van mensen die weer helemaal in contact zijn met hun hart, met hun gevoel, heel blij zijn, heel gelukkig zijn. Ja, gewoon heel happy zijn. En dat is natuurlijk waar je het voor doet. Dus ik merk dat ik de hele tijd stiekem tussendoor zit te kijken, wat op zich mijn werk is natuurlijk. Maar ik moet, kijk nou, dit vind ik ook te gek. Nou, ik ga het niet laten zien, want we houden het privé, maar een van de oefeningen is dat ik gewoon een soort oefening van 3 facetten heb. En een van die dingen waarmee ik begin is een dans doen, een dansje doen. Omdat het je gewoon heel erg helpt om direct in een andere staat te komen. En dan zie ik gewoon dat iemand een dansje doet thuis en het deelt in de groep. En dat vind ik te gek. Wat staat allemaal op de planning voor vandaag? Nou, ik heb best wel een hele leuke feestdag, noem ik het eventjes, want ik ga... Vanmiddag ga ik lunchen met Kim. Dat is al over een uur. Vanavond ga ik het eten met Sabine. In Amsterdam. Dus dat vind ik heel erg leuk. Verder heb ik dit staan. Administratie. Nou, ik ben nu dus heel even Facebook aan het doen. En dan ga ik dit uitwerken. Ik weet niet hoe lang dit duurt. En hier moet ik nog opschrijven. Ik ga editen. Editen. Oh, kan dit zo? Ja.
editen rituals, want ik heb weer een hele leuke interview opgenomen. Is dit een beetje saai? Wat zou vandaag geweldig maken? Mijn administratie op orde, maar ik heb echt superveel facturen die ik nog moet sturen. Gisteren stond er ook even buiten zitten. Nou, dat is gelukt. En wat staat er hier? Nou ja, mijn doel behalen betekent voor mijn waarde geven. Dit gaat over mijn meditatieprogramma, wat ik heel langzaam weer aan het oppakken ben om te maken. En verder, morgen gaan we naar het strand. Dit heb ik nog niet ingevuld, moet ik nog doen. En van het weekend gaan wij naar Centen. Dit hoop je ook. Naar Centenparks. Het is lunchtijd. Welkom in Loosdrecht. Welkom in Loosdrecht. Dit is mijn gids. Ja, met Step. Hallo. Hi. Ja, dit is ons Loosdrecht, Sanne. Ja, ik ben hier echt nog nooit geweest, eerlijk gezegd. Het is helemaal top. Selfie spots alles. Ja, dit is echt... Oh, ik ben hier wel geweest. Ik ken dit wel. Ja, van maar vroeger. Ben jij niet bij de dikke muis geweest? Bij ja, de andere... Dat zou ook kunnen. Nee, ik ben hier wel eens geweest. Maar echt lang, lang geleden. Want dit is er nog niet. Leuk, dit is een strandtent een beetje. Hoi. Kim en ik zitten hier heerlijk te kletsen over alles. Ja. Dus echt, ze is al maandenlang mijn tourguide. Als ik iets wil weten in Loosdrecht, waar ik moet zijn, waar ik moet eten. Iets met kinderen, dan weet zij het. Dus dan appt ze me en dan ben ik heel blij met jou. Maar nog nooit met elkaar gezeten. Maar, nou, ja, nu zijn we een paar uur verder. Ja, alleen op lanceringsfeestjes en zo. Maar ja, nu gewoon even een fatsoenlijke gesprek. Maar we hebben het heel erg over opvoeden en over kinderen. En haar oudste is dus ook hoogsensitief. En ik weet niet eens hoe we erop komen nu op filmpjes. Op tv kijken, je kinderen tv laten kijken. En jouw kinderen mogen dus ook in de ochtend tv kijken. Tijdens het ontbijt. Tijdens het ontbijt, dat mogen die van mij ook. En bij ons mogen ze dan, meestal kijken ze Netflix of Disney Channel, want dan kijken ze tenminste maar één ding wat ze niet kunnen zappen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Mickey Mouse, dat is heel educatief. Ben ik heel blij dat ze dat kijken. Ja. Maar jij vertelt net, en dat vind ik heel cool. Ja. Vertel even. Nou ja, bij mij heb ik 's ochtends een ritueel dat ze niet mogen kiezen wat erop komt. Dat is gewoon Nederland 3, dat is gewoon Zeppelin. En dan moeten ze kijken wat er op tv is. Dat ouderwetse wat er op tv is. Dus als ze iets keertje iets niet leuk vinden, dan over een paar minuten komt er een ander programma. Ja, ja, dat vind ik. Want Jorg en ik hebben het zo vaak hier over. Jeetje, vroeger keken we gewoon alle kinderprogramma's. Want je had niet zoveel te kiezen. En kijk ze nu eens zo verwend. Soms zeggen ze, nee, ik wil nu Ruby Rainbow. En noem het Grizzly. Nee, dat kan niet. Nee. En nu willen ze zelfs het nieuws. Nou ja, het is nu iets nieuws. En dat is dat in de ochtends. En dan zeggen ze dus van, nee, ik zet Nederland 3 erop. Ze zeggen, nee. We willen het nieuws zien. We willen Nederland 1, want we willen het nieuws zien. Maar het jeugdjournaal dan? Nee, het gewone nieuws. Dat meen je niet. Maar vind je, dat zou ik dan weer eng vinden. Want er zit natuurlijk zoveel engigheid. Ja, maar ze vragen er dan ook van alles om. Ja. Over. Dus ik krijg ook het gewoon terug van... Laatst was het ook wel van, oh mama, wel heel erg wat er in Afghanistan gebeurt, hè? Ik zo, Afghanistan, maar weet je wel waar het ligt? En dan komt een heel verhaal. Oh, dat vind ik wel, dat is dan of wel het weer. Ze vinden het weer heel belangrijk, want hoogsensitieve kinderen misschien, ik weet het beamen. Muk wil altijd korte broek aan. Dus oh, nee, dat hebben wij niet gelukkig, nee. Nou, dus het is altijd dat hij kijkt naar het weer, of hij wel een korte broek aan mag of niet. Dus dat weerbericht is misschien wel het belangrijkste van het nieuws. Maar nee, het is heel grappig, ze kijken echt... Ja, dat is heel raar. Ik heb heel gekke kinderen, maar... Maar hoe ben jij hier altijd vanaf het begin af aan dan mee begonnen? Of ben je halverwege, zeg maar, moet je het doen vanaf de geboorte, want anders ben je lost, zoals wij? Nee, ik kan dit ook nog introduceren? Nee, want het zijn echt wel leuke dingen. En ze vinden het ook wel leuk dat Fenna een beetje gaat zingen en dansen. Ja, het is een leuk programma. Natuurlijk, het zijn niet altijd even... Ik vind het ook niet allemaal even leuk. Maar ik vind het wel leuk dat ze zich dan ook een beetje vervelen en gewoon... Ja. En weglopen en gaan spelen. Ja, en ook gewoon moeten blijven kijken naar iets wat ze misschien wel willen. Je blijft zitten! Ja, nee, het is gewoon een ritueel. En daar gaan de kinderen goed op. Ik weet niet hoe het is ontstaan, maar achteraf, als ik nu kijk, denk ik van, nou, ik vind het helemaal niet zo verkeerd. Nee, toch? ik vind het wel goeie. Ja. Het enige nadeel is dat wij thuis geen tv hebben. Wat? Nou, dan kun je toch op Ziggo, kun je toch op je laptop aan? Dat, we hebben dat wel, ja. Dat interactief tv kijken. Maar als je dus niet meer kan zappen, we hebben al denk ik 4 jaar geen televisiezenders meer. Oh, maar wij meer. Doen het trouwens ook gewoon interactief. Ja, kijken interactief, wij op Nederland 1 of 3 hoor. Ja, precies. Nou ja, goed. Maar dat hebben we dus niet eens geïnstalleerd. Oh. Maar je mist het op een gegeven moment niet meer. Dat is zo gek. Het. In het begin misten we het nog. En als we op vakantie zijn in Nederland, dan heb je dus weer tv. En denk, oh leuk, maar al heel snel denk ik, het boeit me niet. Nee. En de programma's die ik wel wil kijken, zoals Expeditie Robinson, of jouw interview met Art, dan kijk ik dat gewoon even terug. Nou, dat was wel grappig, want tijdens het nieuws, waar we naar zaten te kijken, als toen op RTL 4 keek ze eventjes nieuws, schreeuwde ze keihard naar boven, we zijn op het nieuws.
nieuws, zo nieuws, zo nieuws. We zijn op nieuws. En toen was er reclame. Maar dat kent hij niet. Hij kent niet dat hij natuurlijk. Hij snapt dat concept van televisie kijken niet. Zien zij zichzelf eigenlijk wel eens op de vlog? Ja, ze kijken graag zeg maar op tv, terug, maar op de tv. Maar dan meer van, willen ze de vakantie nog een keertje beleven of zo. Dus zij herbeleven vaak situaties en vinden ze leuk om terug te kijken. Ja. Maar ik heb nog niet echt het idee dat zij bewust zijn van andere mensen dat dan ook zien. Nee, dat hebben die van mij ook echt niet. Als dat moment komt, dan, dan stop je. Ja, heb jij dat ook? Ja, dat heb ik wel. Als ze zeg maar door zouden hebben wat het allemaal... Ja, wat het effect ervan is, dat zou ik wel heftig vinden. Ja. Maar bij ons kijken vinden ze het ook geweldig om filmpjes te zien, ook op mijn telefoon, wat ik van ze heb gefilmd. Ja. Gewoon om zichzelf te zien dat ze het leuk hebben. Ja, dat. Ja. Ja, dat vind ik. Maar ook van andere kindjes trouwens. Ja, nee, zeker. Maar ik vind dat wel een dingetje te denken van, ja, wanneer ga je ermee door? Wanneer... Er zijn ook niet heel veel mensen die vloggen die al oudere kinderen hebben. Nee, dus we kunnen die, niet... Zeg maar, de meeste hebben jonge kindjes. Ja. En dan of ze stoppen er op een gegeven moment mee, maar er zijn, ik ken eigenlijk niemand die vlogt en oudere kinderen hebben waarvan ze het effect dus kunnen meten. Nee, maar ik weet wel van mensen op Instagram die vaak de kinderen ook afschermen. Weet je, en dan krijgen we van, ja, moet jij dat niet doen? Of waarom doe je dat niet? Of waarom doe je dat dan wel? Ja. Dat ik ook alweer nu terug hoor soms dat kinderen onzeker worden omdat ze altijd afgeschermd zijn. Dat ze er niet bij mogen horen. Oh ja. Dus ja, het is dat een beetje ze altijd dubbel. Hun gezicht niet, dat vind ik ook wel een beetje zielig. Zielig. Van draai je gezicht eens om. Ja, van je mag letterlijk niet, je gezicht mag niet gezien worden. Ja, dat zou ik vind ook het heel wel... dubbel. Dus ik zit ook heel vaak wanneer hij doet wel. Ik doe nooit commerciële dingen met kinderen. Nee. Maar Jaap heeft wel zoiets van ja, als de kinderen in de klas daarover gaan beginnen. Ja. Dan moeten we stoppen. Ja, en als er ook maar één negatief comment zou komen op mijn kinderen, zou ik ook met ons stoppen. 100.000%. Als dat beste wordt, dan ben ik klaar. Nou goed, dus zo babbelen we nog even verder hier op het heerlijke lunch. Oh, jullie zijn erbij. Ja, hallo. Nou, de lunch net ben weer thuis. Dat was echt super gezellig. Ik vind het echt heel erg leuk om iemand in de buurt te hebben waarmee ik zo'n klik heb. Het is gewoon fijn als je in een nieuwe gemeente woont, dat je ook een beetje nieuwe vrienden maakt. Dus het was echt super leuk. En het is weer genieten. Oh, wow, ze gaan ver. Oh, kijk, vogel. Het zijn net de Ghostbusters. Ah! Oh, lekker douchen, papa. Een hele goede morgen. Ik ben nog een beetje brak. Het is woensdagochtend. Het was weer laat geworden gisteren met Zoe. Die was even niet zo lekker. Maar het is vannacht een hele mooie dag. En de zon schijnt. En ik ga naar het strand. Naar mijn jeugdstrandje. Waar ik vroeger altijd kwam in Huizen. En ik ga met mijn nichtje samen. Die komt zo met de baby. En ik sta nu in mijn slaapkamer. Want eindelijk vandaag wordt deze grote kast. Dit is een IKEA Pax kast. Die hebben we dus geverfd. In de kleur van de muren. Eindelijk komen de deuren. De mensen van... hebben zo'n bedrijf gevonden. We wisten ook niet dat het bestond. Maar dat bedrijf dat... maakt frontjes voor, net zoals bij de keuken eigenlijk, maakt frontjes voor kastdeuren. En ze heette K14 en zij hebben dus samen met hun het ontworpen. En straks ziet het er heel anders uit. Volgens mij zijn ze net aangekomen, als ik het zo goed hoor. Maar het worden ook echt van die, ik weet niet, zie je dit? Deze panelen die we hier hebben, dat gaan we daarop doorvoeren. Dus als het goed is, kom ik vanavond thuis en ben ik heel blij dat dit niet meer open is. Ja, dag! Het is woensdag. Oh ja, dat had ik al verteld, jongens. Het is een paar uur later. Ik zit met Fief, mijn nicht. We gaan lekker naar het strand. Maar, kijk even. Ja, ik wil ook gaan. Kijk even, jongens. We hebben de hele boel geïnstalleerd. Het is net over drie weken weggehaald. Nou, welke? Die zit erachter. Hey, lieverd. Hartstikke moe. Ja. Nou, we gaan nu naar het strand. Wie wil naar het strand? Ik! Ja? Ik ga aan water, ik ben in mijn voeten. Oh, maar we zijn nog iets vergeten. De emmers. Die ga ik nu pakken. We zijn er. Ta 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 ta. Het is lekker druk. Dit is dus wel ontzettend leuk voor ons. Dit is jeugdsentiment. Onze moeders zijn zussen. Mm-hmm. En Fief en ik en Lot, mijn zus en haar zusje... speelden hier, nou we hebben hier toch echt onze hele jeugd gezeten. Ja. Elke, wat was het, woensdagmiddag en heel vaak in het weekend gingen we hier naartoe. Want ik woonde dan daar in Huizen. En zij woonde in Bussum. En we waren, hoe heet onze club?
De boefjes. Wij waren de boefjes. We hadden ook een clublied, maar dat zullen we nu niet gaan zingen voor jullie. En we zijn heel vaak daar naartoe. Hè? Avonturen beleven in het bos hier. Gingen we altijd op ontdekkingstocht. Ja. En ik weet niet wat we daar allemaal... Ja, ik weet het ook niet. Wij liepen... gedaan, nee, maar wij liepen gewoon echt hele middag hier door de bosjes. En dat vonden we gewoon geweldig. En we deden volgens mij niet zoveel, behalve plassen en poep in de bosjes. En weten wat voor blaadjes je daarvoor nodig had. Waarmee je het best kon afvegen. Ja, dat weten wij. Ja, echt helemaal freekvonk. En zwemmen naar dat eiland. Ja. Hebben ik en Lot ooit een pogingtocht gedaan. Maar toen werden we door de waterpolitie opgepikt. Want het is toch iets te ver weg. Het lijkt we hadden wel een luchtbedje mee. Dus het was wel niet helemaal onderdacht. Maar het was toch te ver. Voor 2 meiden van 12 was het iets te ver. Maar wel heel cool dat er nu al die zwanen zijn. Hè? Ja. Dat doet me denken aan een oefening van de toneelschool. Een stemoefening. Wilde witte zwanen zwemmen, wilde witte zwanen zwemmen, wilde witte zwanen zwemmen. Ik kan het niet meer. Zo'n stemopwarming. Ik ga het niet nadoen. Wilde witte zwanen zwemmen. 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 Wilde witte zwanen. En dan moet je ook nog omhoog in je toonladder. Maar dat ik moet eerst. Dat moet je ook doen. En dan. En dan ben je wakker. Hoe zeg je dat? Dan is je mond opgewarmd. Ja, je spieren. Je spieren. Tongspieren. En stembanden. Ja, ja. Dat is. Goeie. Gaan we doen. Nou, wij hoeven niks te doen, want de meiden zijn aan het spelen. Hoppa! Yes! Wij gaan een boekje lezen. Lekker. Tijdschriftje. Ja. En mijn Facebook reacties checken. Oh, wat is met zo'n oudje? Ik ga wel weg. Een beetje bloed. Beetje. Oké, ik ga een foto. We zijn net terug van het strand. En het is wel echt grappig, net zo'n make-over programma. Want mijn kast is nu zo anders. Het is zo mooi. Moet je kijken. Het zijn zulke gave deuren. Kijk, helemaal tot aan het plafond. Ze hebben het ook echt super snel erin gezet. I love it. Echt super strak. Wauw. Zo, ik zeg je eerlijk dat het na zo'n stranddag niet... Mijn favoriete bezigheid is om nu in de auto te stappen, helemaal weer make-up erop, haar gefeukt. 10 minuten, niet langer had ik nodig. Maar het is voor een goede reden. Ik ga nu een uur rijden naar Den Bosch, want Rachel heeft de lancering van haar Sissy Boy collectie. En daar heeft ze heel erg hard aan gewerkt. Heel erg naar uitgekeken. Dus ja, het is natuurlijk een vriendin, dus ik ga er gewoon heen. Ook al is het de meest zwoele zomeravond en ik hoop niet de laatste zwoele zomeravond. Dus misschien kunnen we daarna nog even drankjes gaan doen of zo in Den Bosch. Maar jurkjes van Zara. Ik ben er weer klaar voor. There she is! Hallo, hallo! Congrats! Ik ben even weggesneakt in mijn eentje. Deze winkel, deze Sissy Boy winkel is zo mooi. De meeste van jullie weten wel dat dit een van mijn favoriete merken is. Ik heb ook heel vaak heel leuk met ze samengewerkt. Maar deze winkel slaat echt alles. Ik zal je zo de collectie laten zien. Misschien kijken er mensen die net als ik niet heel vaak shoppen. Ben jij zo iemand? Dan neem ik je nu even mee in een mini shop sessie. Daar gaan we. Dit is een oude kluis. Kijk eens even, dat hebben ze ook helemaal. Dit is de collectie van Ras. Wauw! Kandelaar. De kussens. En dit is dus heel erg cool, vind ik. Toch? Zo leuk. Ja, helemaal Ras natuurlijk. De kleurtjes.
We hebben één leven. Marieke en ik komen in deze straat en het eerste wat we doen is onze camera trekken. Ja, maar jou herkennen ze natuurlijk al op meteen. Oh, het awkward dit. Awkward. Ik ook. Hallo, even kijken. Zondag in de vlog. Zitten we dan? Zitten we dan? Ja.